Het Formule 1-circus is aangekomen in Zuidoost-Azië om wederom een nieuw tijdperk in te luiden, terwijl wij ons voorbereiden om hier in Vietnam te gaan racen. Dit is het Hanoi Street Circuit dan, 5,5 kilometer door de Vietnamese hoofdstad. Een aantal van de 23 bochten zijn geïnspireerd op andere grote circuits, waardoor er hopelijk een aantal mogelijkheden voor inhaalacties ontstaan. Bas van Damme is er vandaag natuurlijk weer bij. Laten we het eens over De Vries hebben. Het was een mooie overwinning in de laatste race. Wordt het momentum dit weekend vastgehouden? Er zijn nooit garanties in deze business, maar de prestaties van vorige keer zullen het zelfvertrouwen voor deze race vast een boost hebben gegeven. Na een fantastische kwalificatie is het tijd om te zien hoe onze startgrid van vandaag eruit zal zien. Lewis Hamilton begint op pole position, met Valtteri Bottas ernaast. Verder op de grid hebben we Verstappen, De Vries, Charles Leclerc en Vettel, Albon, Ricciardo, Sainz en Sergio Perez, Norris, Stroll, Esteban Ocon en Gasly, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, Russell en Nicolas Latifi. En nu is het tijd om naar de baan te gaan. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Taken some minor damage. To see at the start, well done. Okay, now stay alert for threats around you. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Tire condition is still looking good.
DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. A new fastest lap of the race. You are in first position, front of the pack. Bottas is behind you. Okay, the gap behind is 1.0 seconds. They're on fresh softs. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Hamilton is behind you. Our gap behind is 3.0 seconds. They're on fresh softs. This is your final lap of the race. We're leading our teammate by 15.6 seconds. They're on fresh softs. They're in 14th. The time last lap was a 1 minute 45.2. Come on.
That's three wins in a row. Unbelievable work. Een bijna vlekkeloze prestatie en een prachtige overwinning. Bas, vertel, hoe denk jij dat zij de winst hebben gepakt? Ik geloof dat goed bandenbeheer op de baan en heel vloeiend rijden zeker hebben bijgedragen aan de overwinning vandaag. Die combinatie heeft ertoe geleid dat ze hun banden steeds weer optimaal hebben kunnen benutten. En nu is het tijd voor de podiumceremonie. En hoe verdiend is deze wel niet? Dit team staat in het teken van getalenteerde jonge coureurs en geeft ze de mogelijkheid om te racen en te winnen. Alfa Tauri is de winnaar hier vandaag. Eens kijken waar de coureurs staan. De Vries versterkt zijn leiding van het kampioenschap. En Bas van Damme, wie zou jij als coureur van de dag kiezen? Ik ga voor de Vries. Ze hebben de banden optimaal benut zonder tempo in te leveren. Wat een goede vaardigheid om te hebben in de Formule 1 van vandaag. We zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Mercedes blijft de leiding versterken. In de tussentijd stijgt Renault in het klassement dankzij hun goede prestaties van dit weekend. Dat was dan weer het einde van een weekend motorsport, maar er komen meer races aan. Dus kijk snel weer, want we zijn zo terug met meer Formule 1.
Fans leken er echt van te genieten. Het zag er zo gemakkelijk uit. Je ging als een razende door het veld tijdens de race. Je team is vast in de zevende hemel met hoe je het doet. Bedankt voor je tijd.